Goedemorgen dames en heren, welkom hier op deze locatiekeuring bij Stal de Meskens in Siegerswoude. We beginnen, vandaag is de eerste dag van de juli locatiekeuringen. En vandaag ook in die zin iets anders dan de vorige keren is er nu wel publiek bij. Dat zijn dan de eigenaren van de paarden die gekeurd worden. Die worden hier per groep, komen die hier hun paarden bekijken. Zodra een paard geweest is, dan worden ze weer geacht naar huis te gaan, heb ik begrepen. Maar het is heel fijn dat die er in elk geval weer bij kunnen zijn. Zoals u ziet, is de keuring binnen. De weersverwachtingen waren niet zodanig, of waren zodanig, dat het beste was om dat ook binnen te doen. Want we keken er al naar uit. Het heeft nog niet erg veel geregend, maar de voorspellingen zijn wel dat we de hele dag regen zullen krijgen. Vandaar dat we binnen zijn. En het is een prachtlocatie hier te keuren. Mooie binnenbak met veel licht, dus dat komt helemaal goed. Also, a welcome to our foreign guests. It is the second period of instruction in July, the July location instruction, inspection. As you can see, we are inside in the hall because the weather, it is rainy weather, and it is better to do it in this beautiful hall with much light in it, so it will be a good curing, we hope. It's a little bit different from the other curings, for others inspection. Now there is a people, as you can see on the camera, maybe that there are the owners are here present to watch their own horses. When their horses has finished his inspection, then they are inspected to go home, and maybe you can see a few other horses, but they will not come all the owners in one time. They will come when their horse is for the inspection. So we start today. I am do this inspection with Corrie Terpstra. She will do the linear scoring and the film, the video you can see, the pictures is made not with Adriaan this time, but with his colleague Jacob. So we will start now with the first horse.
Hier dan de uitslag van Vardouw Vrouwk, nummer 1. Een merry die ruim voldoende in het type staat, lang hals, ruim voldoende sprekend in het hoofd. Goede kruisvorm, iets is wel gezonken in het middenstuk en we zien ook graag een merry iets meer opwaarts gebouwd. De kwaliteit beenwerk is goed. De stap heeft voldoende ruimte, voldoende takt en voldoende lichaamsgebruik. En dat missen we wat bij de draf. De draf heeft wel techniek, wel buiging, ook wel ruimte in het voorbeen. Maar we zien graag meer balans en meer draging in de manier van draven. Dit paard wordt vandaag opgenomen met een derde premie. I did not say what was the heat of wizards. That is 163 of this mare. And this mare is coming in a stud book with a third premie. De hoogte van deze merrie was 1,63. En dus opgenomen in het stalboek met een derde premie. En hier bij de uitslag van nummer 2, Lisanne van de Borger Zijtak. Dus een merrie met veel rasuitstraling, sprekend hoofd, ook veel sterke raskenmerken, veel behang. Voldoende in zijn front, zou iets meer nek kunnen hebben. Een ruim voldoende bouw, een goed lang kruis. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, voorbeenstand iets Frans. Dan de stap. Die zouden we graag wat meer lichaamsgebruik bij willen zien en ook meer lengte in de stap.
En de draf, dat doet hij ruim voldoende. Met een voldoende onderzetting van het achterbeen. Voldoende draging. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek vandaag met een derde premie. Mare is a third premium. Ja, dames en heren, dit is dan onze eerste driejarige merrie. De uitslag van nummer 3, Frieske van de Klaproorske. Dat is een merrie met ruim voldoende rasuitdrukking. Zou misschien iets meer lengte in de hals kunnen hebben. Het hoofd is voldoende sprekend. De merrie heeft een goede bouw, ietsje neerwaarts, maar een goede sterke bovenlijn. Goed lang kruis. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. Is ook correct gesteld. Het is een merrie met een zeer jeugdige opdruk. De stap is voldoende in ruimte, voldoende lichaamsgebruik, maar zou daarbij iets meer buiging in het spronggewicht kunnen tonen. De draf gaat vanuit een mooi rustig tempo met een goed achterbeengebruik. Zou daarbij misschien wel iets meer kunnen reizen, maar ruim voldoende. Waarbij het voorbeen iets meer weggezet kan worden, maar met wel veel draging. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. This mare is coming in a stud book with a star first premium.
Ja, dan hierbij de uitslag van nummer 4, dat is Emke. Dus een merrie die ruim voldoende in het ras staat, lang gelijnd is. En ook dus een goede bouw getoond. Het beenwerk, daar hebben we wel bemerkingen op. Met name op de bouw van de spronggewrichten, beide spronggewrichten. De merrie die stapt met voldoende ruimte, voldoende lichaamsgebruik. In draf is veel actie, voldoende dragen, zou erbij iets meer gesloten kunnen zijn. Maar gezien de bouw van de beide spronggewrichten kan deze merrie niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not taken in the stud book, and I will give a little explanation of that. It's not his racial type, it's not his conformation, otherwise not his movements, they are good, but the conformation of the legs are not sufficient to come in the stud book. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 5, Vrouwtje van Pankoeken. Het is een merrie met uitstraling, veel front, lange hals, die er ruim voldoende verticaal op staat. Een merrie met een goede schouderpartij, iets gezonken in het midden, zou ietsje sterker in de verbindingen kunnen. Beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, met het achterbeen is gehoekt. Het paard staat met veel ruimte en lichaamsgebruik. En in de draf heeft ze buiging, zou erbij iets meer nog bovenlijngebruik kunnen tonen, maar met ruim voldoende draging. Dus deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie.
Dan hier bij de uitslag van Dedra van de Hondshoeve. Dat is een langgelijnde merrie die ietsje sterker in de verbinding kan zijn. Met veel rasuitdrukking. Iets langere hals zouden we wel graag zien. Maar toch met ruim voldoende manen, sprekend hoofd. Het beenwerk, een kleine bemerking op de voorbeenstand. Het paard stapt, zou daarbij iets meer ruimte, niet wel takt, maar zou daarbij iets meer ruimte kunnen laten zien. In draf waardeert deze merrie zich op. Dat brengt het achterbeen met voldoende onder de massa. Heeft wel een dragende manier van beweging. Dat maakt dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is in the studbook with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van nummer 7, Elske van Zuvel-Stjelpke. Dat is een fraaie merrie, jeugdige merrie. Zou erbij in de, iets meer bespiering in de bovenlijn kunnen laten zien. Dus merrie heeft wel hard beenwerk. Stand voor is wat Frans. En dat is ook een kleine bemerking op het bouwspronggewricht. Deze merrie die stapt met voldoende buiging, met name na het draven. Had zij wat meer ritme, meer takt in de manier van stappen, zou er misschien iets meer lengte in kunnen maken. De draf heeft deze merrie veel buiging en ook een ruimend voorbeen. Komt ruim voldoende te dragen, waarbij het achterbeen, als je er een opmerking over wilt maken, misschien iets meer zou kunnen doortreden onder de massa. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is in the stud book with the second premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Darwina van Hovenier-Wester. Het is een merrie met ruim voldoende formaat, maar wel met rasuitdrukking. Goed verticaal gestelde hals, die je ook op een goede manier gebruikt. Op de bouw wel wat de bemerking op het middenstuk, je ziet gebroken in het midden. Het
paard stapt met voldoende lengte en ruim voldoende lichaamsgebruik. De B-werk, daar hebben we wel wat een bemerking op. En dan met name op de voorbeenstand. In draf waardeert deze merrie zich enorm op. Dan komt hij echt van de vloer. Goed gedragen manier van draven. Goed achterbeengebruik, waarin hij ook kan schakelen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Met name vanwege zijn manier van draven. This mare is coming in a stud book with a second premium, especially his trot was good quality. Hierbij dan de uitslag van nummer 9, Frauk van Gallinga-Staten. Het is een merrie met, ondanks zijn iets lange hoofdtijn, toch veel rasuitstraling heeft. Goede halsvorm, goede halsrichting ook. Bemerking op de bouw is wat gebroken in het middenstuk, zou wat sterker in de aansluiting kunnen zijn. De merrie heeft ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is voldoende verlengd en ook voldoende door het lichaam. In de draf dan heeft hij een goede techniek verlopen. We zien wel graag dat hij het achterbeen iets verder onder de massa plaatst. Zodat hij ook iets meer in balans komt en meer oprichting toont. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is in the studbook with a star second premium.
Dan hierbij de uitslag van nummer 10. Een merrie met een jeugdige opdruk. Een merrie die ruim voldoende in de draf staat. Goed verticaal gestelde hals, waarbij we graag iets meer nek zien. Merrie kenmerkt ze door een sterke bouw, sterke bovenlijn. Ook ruim voldoende lang gelijnd en horizontaal gebouwd. Het beenwerk zou meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap die zou wat meer buiging kunnen tonen, maar voldoende takt en ook iets meer ruimte. De draf, de merrie die heeft heel veel buiging in het spronggewricht. Ook een goed gebruik van het voorbeen. We zien graag dat het achterbeen toch iets verder onder de massa wordt gezet. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. En hierbij de uitslag van nummer 11, Feline E. Dit is een merrie die ruim voldoende in het ras staat. Lengte in de hals die iets verticaler gesteld kon zijn. Maar het heeft een correcte bouw. Lang gelijnd, maar daarbij ietsje strak op de lendenpartij. Het beenwerk
is het fijnbeenwerk, hard, ietsje stijl achterbeen en een bemerking op de voorbeenstand. Dan komt de stap. De stap zouden we graag meer lichaamsgebruik willen zien. En ook wat meer lengte en ritme in de pas. En de draf, dan waardeert deze merk zich wel op. Maar dan zien we ook toch graag een achterbeen, dat ondanks zijn buiging toch meer ondertreedt. En er ook wat meer lichaamsgebruik willen laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The mare will be in the studbook with a third premium. En hierbij de uitslag van nummer 12 van Elske SG. Dus een merrie die vanwege het sprekende hoofd, goed gevormde hals met ruim voldoende oprichting, voldoende rasuitstraling heeft. In de bouw zien we een merrie graag wat meer opwaarts gebouwd. Is wel sterk gebouwd, maar is erg neerwaarts. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Iets kleine bemerking op de voorbeenstand. De stap. Dan zien we graag meer takt en ritme en ook meer lengte in de stap. En in de draf is de buiging in het spronggewricht. Want we zien graag dat de merrie meer oprichting toont en ook meer tot dragen komt. Vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is in the studbook without a premium. Especially the conformation. And the movements could show more quality.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 13, Doortje van de Wortwaai. Het is een merrie, het is een fraaie merrie, met een zeer aansprekende bovenlijn, goed aangesloten, veel rasuitdrukking. Merrie is ook ruim voldoende horizontaal gebouwd. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. De stap heeft het wel ritme en lengte en zou daarbij iets meer kracht kunnen tonen. In draf waardeert deze merrie zich op met veel buiging, veel draging en ook ruim en ook met oprichting. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie.
Naar de uitslag van nummer 14. Dat is een ruim geleinde merrie. Die wat fijner in zijn rasuitstraal kunnen zijn, met name wat betreft de hoofduitdrukking. Een merrie die lang geleind is, met voldoende jeugdige uitstraling. Het beenwerk heeft ook ruim voldoende kwaliteit, straalt het uit. Bemerking op de manier van stappen. We zouden graag meer ritme in willen zien. In draf waardeert deze merrie zich op met veel power, met oprichting en met ruim voldoende in balans. Gezien de manier van beweging en de voldoende cijfers op ras en bouw wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Nu de uitslag van nummer 15, Fokje van Stal de Oergong. Het is een merrie die door zijn halsvorm en oprichting voldoende rasuitstraling heeft. Dus dat het hoofd wel iets meer fijner willen zien. Een paard die lang gelijnd is, waarbij we wat sterker, graag wat sterker hadden gezien in haar verbindingen. En verder zien we ook merries die graag wat meer oprichting tonen, of met name in stand. Het beenwerk is een vrij lang achterbeen. De stap is gehaast, hoog ritme en dan zien we graag meer lichaamsgebruik. Dat zien we ook in de manier van draven. Het is een aanspanning in de bovenlijn, zouden we graag wat meer zien, zodat de merrie meer in balans kwam en meer in oprichting. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek als stamboekmerrie zonder premie. This mare is in the studbook. Without a premie.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 16, Famke van Gallinga-Staten. Mary, die wat meer formaat zou kunnen hebben, die opvalt door zijn jeugdige uitstraling, een fraaie beleiding, waarbij we wel de lange lijnen iets meer hadden willen zien. Vandaar dat hij op de bouw ook niet een heel hoog cijfer heeft gekregen. Mary straalt veel kwaliteit uit in het beenwerk. De stap is goed door het lichaam met ruimte en in draf. Deze Mary die loopt met oprichting, die loopt met veel buiging in het spronggewricht, goed voorbeengebruik. En dat maakt dat deze Mary opgenomen wordt in het stamboek als een ster eerste premie. This mare is in the studbook with the first premium. Especially his movements are very good.
Dan de uitslag van nummer 17. Dat is een merrie met voldoende rasuitdrukking. Het halt is ruim voldoende verticaal gesteld. Zou er graag iets meer nek willen zien. En het hoofd had iets fijner en meer rasuitstraling kunnen hebben. De bouw, die is paard zou iets meer bergop gebouwd kunnen zijn. En de merrie die zien we is lang gelijnd, maar zou hem wat sterker in de verbindingen willen zien. En met name de kruisvorm iets minder hellend. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Iets week gekookt, maar verder voldoende kwaliteit. De stap heeft voldoende ruimte en richting. Zou iets meer buiging willen zien, iets meer kracht. Maar wel goed genoeg in de ruimte en in ritme en in takt. En in draf, dan zet hij de halter op. Maar we zien graag meer oprichting in de manier van draven. Het achterbeen blijft achter de massa. En we zien ook graag meer ruimte in het voorbeen. Het geheel zou meer oprichting moeten tonen. Vandaag wordt de merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Derde premie. Stamboek.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitvlag van nummer 18, Femme van Sinade. Het is een merrie in type zeer aansprekend door het voorhand, het front en ook zijn uitstraling. Door die ruim voldoende ras. In de bouw, daar hebben we wel een bemerking. En de bemerking zit met name in de kroep. Die is niet recht, die is scheef als je erachter staat. En dat zie je dus terug ook in de manier van stappen. En ook in de manier van draven. Dat hij incorrect stapt. En ook in de draf maakt hij ongelijke passen. Al waardeert hij zich dan wel op door zijn zweefmoment. En zijn buiging in het spronggewricht. En zijn lossigheid in de voorhand. Deze merrie kan, gezien de bouw en de manier van stappen, beweging niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not included in the studbook because the conformation, especially the croup, is not good enough, and that you can also see in his, of in her movements, especially in the walk. It's not in the studbook. Ja, hierbij dan de uitslag van Fine van de Zomerdijk. Een fraai gelijnde merrie met veel uitstraling, met name door haar front. Ruim voldoende sprekend in het hoofd. Een merrie in stand met een hele frisse opdruk, iets hellend in het kruis. Maar wel ruim voldoende lang gelijnd. Goed kwaliteit in het meewerk. De stap is krachtig en royaal. En in draf heel veel achterbeengebruik. Als je er iets van wilt zeggen, dan zou hij misschien voor nog iets meer uit kunnen leggen. Maar rond met balans en oprichting. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een eerste premie. This mare is in the studbook with a first premium.
Dan hierbij de uitslag van nummer 20. De merrie die mist dan misschien wat formaat. Binnen dat geheel is hij toch lang gelijnd. En zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Verder wel correct. De rasuitdrukking door de halsvorm en de oprichting van de hals ruim voldoende. Het hoofd zou iets sprekender kunnen zijn. Kwaliteit beenwerk straalt ook ruim voldoende kwaliteit uit en is voor ietsje nauw, maar verder correct. De bemerkingen zitten met name in de bewegingen. De stap zou wat meer ruimend kunnen zijn. En in draf heeft hij veel buiging en spronggewricht. Maar we zien de achterbeen graag direct onder de massa geplaatst. En we zien ook graag dat hij meer oprichting toont. Achterbeen blijft nu te ver achter de massa. Dus merrie wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze laatste driejarige, en ook ons laatste paard voor de middagpauze. Dat is nummer 21. Dus een langgelijnde merrie. Met voldoende sprekend in het hoofd. Met het geheel zou iets sterker in zijn rasuitstraling kunnen zijn. De bouw is verder correct. We zien graag iets meer jeugdige uitstraling. De kwaliteit beenwerk zal voldoende kwaliteit uit en ook ruim voldoende hardheid. En de stap, en dat geldt misschien ook wel een beetje voor de draf, zien we graag wat meer lichaamsgebruik, stap. En ook iets meer buiging in de spronggewricht, wel voldoende van lengte. In de draf, dan zien we graag meer oprichting en ook meer gebruik van de bovenlijn, zodat er meer balans en meer zweefmoment zich kan ontwikkelen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie.
The mare is in the stud book with the third premium. Especially the movements could show more quality. Now we go for half an hour a break. We hebben nu ongeveer een half uur middagpauze. We zien u graag straks weer terug. I hope you will enjoy us after the break. Zo, kan zo. Dan hierbij de uitslag van nummer 22. Jongen, de Dahlia Roske Blomke B. Een paard, toch een goede schouderligging. Verder ruim voldoende in de bouw. In de ras, iets meer nek, maar wel goede oprichting in de halsrichting. Goede richting, halsrichting. In de mouw betreft iets hellend in het kruis. Het beenwerk staalt voldoende kwaliteit uit. De stap zouden we graag meer ruimte en meer lichaamsgebruik willen zien. En in het draf, daar is voldoende techniek. Misschien iets meer oprichting daar willen zien. Het geheel wordt vandaag een derde premie. All this mare has a third premium.
Dan hierbij de uitslag van nummer 23, Wiepje van de Kloijterp. Dat is een merrie die een correct model vertoont, wel iets strak in de bovenlijn. Wat ras betreft zou ik iets meer halslengte en neklengte willen zien, ietsje sprekender in het hoofd. De bouw hebben dit nog wel, ondanks de krachtige bovenlijn, dat die wat neerwaarts is gebouwd. En die strakheid in de lendenpartij die zien we terugkomen in de stap en de draf, waarbij we meer lichaamsgebruik en meer souplesse willen zien, zowel in de stap als de draf. De draf blijft het achterbeen ook te ver achter de massa. Vandaag heeft deze merrie een derde premie. This mare has just today a third premie. Dan hierbij de uitslag van nummer 24, Jasmijn van de Benninger. Merrie in stand die al front toont, ook diep zwart van kleur is, zou wat sprekender in het hoofd kunnen zijn. In de bouw betreft, dan heeft hij wel wat voldoende lengte in zijn bouw, maar we zien graag dat de ruglijn minder gezonken is. Bovendien zien we graag dat het paard opwaarts gebouwd is. Het beenwerk hebben we met name
Kwalitatief heeft het voldoende uitstraling, maar we zien graag meer correctheid in de voorstand. De stap zal wat meer tact en ruimte moeten laten zien en ook meer lichaamsgebruik. En dat geldt ook voor de draf. Het paard heeft veel actie, veel knieactie, veel buiging in de sprong, maar drukt daarbij de rug naar beneden en zal wat meer over de rug moeten kunnen bewegen, zodat hij meer in balans komt. Deze merrie is vandaag wederom stamboek. This mare is today a studbook mare, especially the movements could show more quality, also the conformation. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 25, Amarens Lauwers. Solide merrie, met een correcte bouw, is ook lang gelijnd.
met voldoende rasuitdrukking, voldoende sprekend in het hoofd. Het beenwerk straalt ook voldoende kwaliteit uit. De bewegingen, en met name de stap, die zou wat ruimer kunnen, met name het voorbeen zou verder weggezet kunnen worden. Achter sluit hij voldoende aan. En in draf, dan missen we de oprichting. We zien ook dat het achterbeen achter de massa blijft en niet direct onder de massa wordt gezet. Ondanks een lage tempo kan hij het achterbeen er onvoldoende onder zetten, zodat hij tot oprichting kan komen. Vandaag een derde premie. This mare has a third premium, especially the movement could show more quality.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 26, Ankje van der Benninger. Het is een merrie die zeer aansprekend is in de voorhand. Ja, mooie haltvorm, een correcte haltvorm ook, met een sprekend hoofd. De bouw, daar hebben we wel wat bemerkingen op. Hij mist wat de aansluitingen in de bovenlijn, is gezonken in het middenstuk, daardoor hij wat een driedelige opdruk krijgt. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De stap die heeft voldoende ruimte. We zouden iets meer takt en ritme moeten laten zien. En in draf heeft hij wel buiging. En de merrie maakt ook wel knieactie, zet de hals erop. Maar hij zou daarin meer oprichting en ook meer gedragenheid moeten laten zien. En met name het achterbeen meer onder de massa te vouwen. Deze merrie wordt vandaag wederom stamboek verklaard.
Even vooraf voor de duidelijkheid. Merries, dus net zoals op fokdagen, die stermerries die komen in aanmerking voor een eerste premie of krijgen geen premie. Dus dat is even vooraf. Dan, en dat geldt straks ook voor de volgende rubrieken, de kroonmerries. Dan de uitslag van nummer 27. Dat is een merrie met een sterke, ruim voldoende lange bovenlijn, neerwaarts gebouwd. De hals is goed gevormd, maar zou graag meer lengte willen zien. Het hoofd is sprekend, maar erg lang. Dan de kwaliteit beenwerk is voldoende. De stap, het paard toont een voorbeen wat goed weggezet wordt, zou het achterbeen daar iets meer aan kunnen sluiten. Dat zien we ook weer terugkomen in de draf. Dat is een paard die misschien iets meer in oprichting zou kunnen tonen, maar wel heel goed gebruik van het voorbeen heeft. Veel actie in het achterbeen, waarbij het achterbeen ietsje sneller zou kunnen aansluiten voor het ideale geheel. Vandaag komt deze merrie niet in aanmerking voor een eerste premie. Just the result of number 27. That's the star mare who wants to come for a premie. She can get the first premie or no premie. That's the way we are judging star mares and also the crown mares. And this mare is not a first premie mare today. The movements are correct, but in the confirmation we could, especially in the forehand, we like to see more length in the neck and more in stronger in the racial type. It's no first premie today.
Hierbij dan de uitslag van nummer 28, Hanna BT. Dat is een massale merrie. Indrukwekkend in de verschijning als je voor je staat, met veel front. Met ruim voldoende rasuitdrukking. In de bouw zouden we graag iets minder gezonken in het middenstuk willen zien en iets sterker in de aansluitingen. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De stap heeft ook voldoende lengte, voldoende lichaamsgebruik. De draf waardeert deze merrie zich wel op. Dan toont hij veel actie en ook veel buiging. Zou daarbij iets meer oprichting kunnen tonen. En met name het achterbeen iets meer onder de massa, maar heeft wel ruim voldoende techniek. Heeft ook een goed cijfer voor zijn draf gekregen. Het geheel is vandaag geen eerste premie. Dan zien we met name meer correctheid in de bouw. En meer kwaliteit in het beenwerk. The result of this mare is it's no first premium today. It's good in racial type. We like to see correctness, more correctness in the conformation and in the conformation of the legs. The trot was good.
Hierbij dan de uitvlag van nummer 29, Franca van de Sjongendiek. Een solide merrie, merrie met veel uitstraling, sterk in de bovenlijn. Heeft ook ruim voldoende rasuitdrukking. Kwaliteit beenwerk is ruim voldoende. De stap, met name het stappen naderhand, heeft voldoende in ruimte. En ook voldoende takt en ritme. En in de draf heeft hij veel voorbeen, heeft oprichting. Zal daarbij ietsje scherper in het achterbeen kunnen zijn. Merrie krijgt vandaag, of nu op dit moment, een eerste premie. En dat houdt in dat we hem op het eind van de dag terugzien, als de eigenaar dat wil. Want dat recht heeft hij alleen vandaag om terug te komen voor een eventuele modelverklaring. En dan wordt de uitslag, en dat is nieuw, dat is de primeur hier, wordt ook direct bekendgemaakt. Voor degene die dit de centrale keuring, ik heb net de apps definitief binnengekregen, dat de centrale keuring gaat niet door en de merries die kunnen nu gelijk afgewerkt worden wat dat betreft. It's coming, the crown mare, it's coming for the first premie and we think it is the first premie mare. She's coming this afternoon back for becoming a model or not a model and we will give the results immediately because it's now for sure that the central curing is not being organized.
De uitslag van nummer 30. Klaske van Zwanenburg. Een solide merrie, een hechte merrie, Fries gezegd. Met een correcte bouw wat bovenlijn betreft. Qua ras zou met name de halsvorm wat ronder willen zien. Ook wat meer lengte in de hals en met name wat meer lengte in de nek. Het beenwerk, voldoende kwaliteit. De stap, daar zien we graag meer ruimte en ook meer takt en ritme. In draf, dan maakt hij houding. De bewegingsvorm is ook opwaarts. Maar zou daarbij wat meer geslotenheid kunnen laten zien in zijn manier van beweging. Ook de IBOP compenseert te weinig hiervoor. Dus deze merrie komt vandaag niet in aanmerking voor een eerste premie. This mare, this crown mare, is today not a first premie mare. Good in confirmation, racial type could be better, and especially the walk could show more quality. Hierbij dan de uitslag van nummer 31, Auke Dirk Bel. Dat is een fraaie hengst, met name door zijn schitterende voorhand. Veel hals, goed gebogen hals met veel rasuitstraling. Het middenstuk zou misschien is ietsje gezonken, maar verder is dit paard, deze hengst correct van bouw. Het beenwerk is goed van kwaliteit, iets gebogen het achterbeen. De stap zou wat meer lengte kunnen laten zien. Dan heeft ruim voldoende takt. De draf, dan heeft hij goede buiging. Hij heeft wel balans in de draven. Ook ruim voldoende oprichting.
Deze hengst wordt vandaag sterk verklaard. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze laatste te keuren paard. Zometeen
hebben we nog wel de paarden die een eerste premie hebben gehad vandaag. Die krijgen we dan een keer terug. Maar van de keuring op zich is dit de laatste die we keuren. Dit is Eduard van der Meerse Hoef. Een hele imponerende verschijning, met name door zijn front en zijn verticaal gestelde hals. Veel indrukwekkende verschijning. In de bouw ziet er graag meer opwaarts in de bouw. Is erg neerwaarts gebouwd. Beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De stap, dat is de bottleneck van de middag, want die toont weinig takt en ook te weinig ruimte. De draf waardeert de hengst zich wel op, heeft weinig snelheid nodig, waarbij hij wel wat hoog in de kroep blijft, maar hij maakt wel heel veel front. En zou er bij het achterbeen ook een fractie meer onder de massa moeten brengen. Gezien de stap is dit vandaag geen sterhengst. The result of this stallion, it is no star today, because the walk is insufficient to make it a star stallion today. The trot was special. We are now stopping this curing. Maybe you are staying to watch this, because we are now getting the first preemie mares back for becoming crown. And there is just also one crown mare who wants to become a model mare. Well, we will have a look that it will be today. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze eerste merrie die terugkomt voor eventuele kroonverklaring. Het is altijd het, wat moet je eerst doen? Eerst het hele verhaal houden of dan de uitslag geven. Dat vind ik altijd moeilijk. Nou, ik begin maar even met het verhaal. Het is een merrie met een goede bouw, correcte bovenlijn, zou iets meer rasuitdrukking hebben en tonen. We praten wel over een eerste premiemerrie. Ik bedoel, als de dingen die ik zeg, moeten we wel bekijken vanuit de eerste premievisie. We praten niet uit de stamboekmerrie.
Het is een merrie die iets realer in de halsvorm had kunnen zijn. En ook wat meer lengte in de hals. Dan komen we terug naar de bewegingen. De stap die is voldoende in ruimte. Maar we zouden graag iets meer lengte in de stap willen zien. En met name ook in het voorbeen. En in de draf waardeert deze merrie zich op. Niet dat spectaculaire wat we vanmorgen hebben gezien. Maar goede techniek van draven met voldoende oprichting. Gezien ras en de stap en de voldoende draf kan deze merrie vanmiddag niet tot kroon worden verklaard. This mare is not a crown mare today. Then the movements should show us more quality, especially the walk. And also in the racial type, we like to see more length in the neck, more length in the neck, so that it could show us more in racial type. There's no crown mare today. Hierbij dan de uitslag van Doortje van de Wadwaai. Ik geef eerst de uitslag, want ik denk dat het voor het verhaal toch iets beter is. Het is vanmiddag geen kroonmerrie. Het is een aansprekende merrie. Merrie met een, met name een zeer correcte bouw. Met ruim voldoende rasuitdrukking. De kwaliteit van het beenwerk was goed. We kijken met name ook naar de bewegingen. De stap is ruim en toonde een goede kracht ook. Goed van achteruit. De stap had goede kwaliteit. De draf, dat haalt hij vanmiddag niet weer het niveau van vanmorgen. Dan mist hij toch nu vanmiddag de balans. En dat hadden we graag willen zien, dat hij meer balans en meer oprichting zou tonen om tot kroon te worden verklaard.
Dus vanmiddag geen kroon. This mare is not a crown mare today, especially the trot should show us more quality. Dan de uitslag van nummer 16, Famke van Gallinga-Staten. Deze merrie kan vanmiddag niet tot kroon worden verklaard. Het is een fraaie merrie, mooie voorhand, zou iets langer gelijnd kunnen zijn. Merrie heeft een goede stap, goed door het lichaam, met ruimte. En de draf die we vanmorgen zagen met oprichting en lossigheid, zien we vanmiddag niet in die mate weer terug. Wel een goede techniek van draven, met een goed achterbeen gebruik. Ging graag iets meer schoudervrijheid, zodat het voorbeen iets verder weggezet wordt. Goede merrie, goede eerste premie merrie, maar geen kroonmerrie vanmiddag. This mare is not a crown mare this afternoon. Then, especially the trot should show us good and better quality.
Ja, dames en heren, deze merrie, dus de laatste van de driejarigen die nog binnenkomt hier. Deze merrie wordt vanmiddag tot voorlopig kroon verklaard. Het verschil met de andere merries is dat deze merrie zich geheel weer toont zoals vanmorgen. Misschien iets minder spectaculair, maar wel technisch goed. Extuurmatig was je goed, had hij wat over. Ook in ras had hij wat over. Hij stapte nu goed. En ook in draf toonde weer de lossigheid en de gedragenheid van vanmorgen. Misschien wel niet. Dus dat was prima. Dus vandaag is deze merrie tot voorlopig kroon verklaard. This mare is a professional crown mare. Racial type, conformation and especially the movements had the same quality as this morning for the racial type and conformation. That's normal, I should say, but the movements were also very good now. So this man is a professional crown mare. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van ons laatst te keuren paard, nummer 29, Franke van het Jongerik. Een kroonmerrie die voor een eventuele modelverklaring komt. Deze merrie is vanmiddag geen model. Het is een hechte merrie, solide merrie, met een goede bouw, goede bovenlijn. Voor een modelmerrie zouden we iets meer rasuitstraling, ook wat de luxere opdruk willen zien. De stap zou daarbij ook wat meer takt en ritme moeten laten zien. Technisch heeft het paard een goede draf, voldoende oprichting, met een goed ruimend voorbeen. Achterbeen zou daarbij iets resoluter en verder onder de massa gezet kunnen worden. Goede merrie, maar geen modelmerrie vanmiddag. Bedankt, dames en heren, voor uw aanwezigheid en ook voor het goede gedrag. Zo dit kan wel eens weer, zou ik zeggen. Ook voor de kijkers, bedankt voor de aanwezigheid hier. En dat u heeft meegekeken naar deze keuring. We hebben een goede keuring hier gehad met kwaliteit. Was ruim voorhanden. En we kijken weer uit naar de volgende keuring. Also, you foreign guest, I thank you for your attention that you have watched this in, inspection. And we like to see you back next time with the next location keuring. Thank you very much and goodbye.